Dit is de Telegraaf Nieuwsflits van maandag 10 oktober met het nieuws in 100 seconden. Lijk gevonden in Jenniferzaak, aantal jonggehandicapten explodeert, man ligt 2 dagen dood op ziekenhuistoilet, echtscheidingshotel een succes en ondeugend lingeriemerk naar Nederland. De vermiste 10-jarige Jennifer van Oostende is waarschijnlijk vannacht doodgevonden. Telegraafverslaggeefster Jolande van der Graaf, jij hebt deze afschuwelijke zaak dit weekend gevolgd? Nou, het laatste nieuws vanuit Rotterdam is dat vannacht het stoffelijk overschot is aangetroffen van een jong meisje in een woning aan de Bourgoense straat in Rotterdam. Het is vrijwel zeker het stoffelijk overschot van Jennifer van Oostende, een 10-jarig meisje dat al sinds zaterdagmiddag 6 uur werd vermist. Het lichaam is gevonden in de woning van haar vroegere zwager. Het zou gaan om de ex-partner van de oudere zus van Jennifer. Er zijn nu al 200.000 gehandicapte jongeren die van een uitkering leven. En dat worden er snel maar liefst 400.000 zogenaamde waarjongers. Maandelijks komen er 1500 vooral ADHD'ers bij. Veel jongeren gaan al vanaf hun 18e in de uitkering. Een man blijkt 2 dagen dood te hebben gezeten op een ziekenhuistoilet in Heerlen. Het slachtoffer is waarschijnlijk aan een hartaanval overleden. Het Atrium Medisch Centrum werd 2 jaar geleden nog uitgeroepen tot ziekenhuis van het jaar. We zijn in de hele wereld al bekend om de wiet en de wallen. Nu komt daar het echtscheidingshotel bij. Uit alle landen komt bezoek kijken naar dit nieuwe Hollandse fenomeen. Voor €2500 kun je in een weekend van je ex af. Directeur Jim Halfens vertelt in de Telegraaf dat het geen gezellig uitje is, maar dat er onder begeleiding van deskundigen keihard gewerkt moet worden aan een scheidingsovereenkomst. Goed nieuws voor liefhebbers van spannende lingerie. Agent Provocateur komt naar Nederland. Het merk van Kylie Minogue en Lily Allen is uitdagend, maar volgens de kenners niet ordinair. Dit was de Nieuwsflits. Op de site verder het laatste nieuws rond de zaak Jennifer in Rotterdam. En bekijk het filmpje van een Engelse klif die in zee stort. Tot morgen.